even op Google gezocht naar de milonga, dat, die Braziliaanse dans. Ja. Maar ik zie er vanaf. Het gaat mij niet lukken. Nee? Nee, dat... Nou, ik zal je vertellen, ik kan ook helemaal niet stijl dansen of zoiets. Ik kan nog niet eens gewoon normaal met iemand dansen. Nee? Dus laat staan dat ik zoiets kan, maar... Ja, we doen alsof het een beetje op lijkt. Maar het is wel jouw liedje, milonga. Ja. Het is even voor de luisteraars. Maar het is ik kan zingen, ik kan niet dansen. Het is een soort kruising tussen de tango, hè, de liefdesdans. Ja. De dans van liefde en de quickstep of zo. Zoiets, ja, zo moet je het zien. En die dame die begint ook nog wat trapwerk te doen op een gegeven moment. Dus het is ook wel iets agressiefs zitten in, hè? Ja. Maar hoe kom je, Braziliaans liedje zei je net, maar waarom deze? Waar kwam je hem tegen? Of hoe gaat dat dan? Hoe kan... Ja, eigenlijk via kennis van ons en die hadden hem eigenlijk al in hun muziekbestand staan en wij hoorden hem en wij keken elkaar aan en we dachten van, dat is een leuk nummer. Ja, en dan ga je op zoek en van waar komt hij vandaan en dan download je hem zelf eens een keer en dan hoor je hem wat vaker en dan denk je, ja... Nou. Dat is hem toch wel. Ik zie hier, ik heb het hoesje in mijn handen. Hè. Er staat ook behoorlijk grote namen op. Marcel Visser, hè, die van Jan Smit. Die kleine Indische meneer op zijn gitaar. Ja, ik ben er zelf niet bij geweest. Oh, dat okay. Toen het echt werd ingespeeld. Ik ben er alleen bij geweest dat ik heb ingezongen natuurlijk. Ja. Ja, dat klinkt wel heel logisch trouwens. Maar nee, ik ben er zelf niet bij geweest dat het echt werd ingespeeld. Dus ja. Hoe zijn de reacties? Ja, de reacties zijn wel heel erg goed. En ik heb eigenlijk heel weinig negatieve reacties. En dat is het toch altijd wel dat mensen, sommige mensen vinden het heel leuk. En je hebt toch altijd mensen die het toch niet zo heel erg leuk vinden. Dat hou je altijd. Maar ik heb er nu echt gewoon echt heel weinig. Dus dat verwondert mij gewoon. En heel veel positieve reacties. Dus goed zo, goed zo. Dat is super fijn. En hoe is het met jouzelf? Je gaat nog steeds naar school, neem ik aan? Of hoe... Ja, ik doe zeg maar een opleiding, een kappersopleiding. Dus ik ga één dag naar school en de rest van de week werk ik. Ik kan me nog herinneren dat je van school toen niet eens mocht zingen, weet ik nog, toch? Toen je 9 was, wat was dat? Dat was iets met die arbeidsinspectie, maar goed, maakt niet uit. Nu mag het wel, nu kun je het wel mooi combineren. Ja, het kan, het moet allemaal wel gecombineerd worden natuurlijk. Ja, ja. Het is soms wel eens pittig, maar er komen nu ook wat hele drukkere tijden zeg maar aan. Dat had ik natuurlijk al wel een beetje aangegeven op Facebook. En ik wil door middel van vlogs iedereen op de hoogte houden. Dus dat is hartstikke leuk om dat hiermee te doen. Mm-hmm. Vlogs, dat zijn die filmpjes, hè, op je Facebook. Ja, jij doet het ook, geloof ik. Ja, ik heb het echt een keer gedaan, ja. Ik vond wel dat het echt wel echt hessel was. Ja, precies. maar luister, het gaat niet over mij, het gaat over jou. Wat is, stel je moet kiezen over zingen of haar knippen op een zaterdagmiddag, wat doe je dan? Oh, moet ik kiezen? Nee, ik ga niet kiezen. Ik zeg altijd, ik wil het graag combineren. Gewoon zingen en haar knippen. Zoiets. Akje, we gaan hem draaien. Bedankt voor de komst naar de studio. Heel goed, dankjewel. Milonga. En succes met je nieuwe single. Dankjewel. En een groet aan je pa, hè? Dat zal ik doen. Je zit op de vrachtwagen, hè? Dat ja. Ja. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Geen dank. Milonga, Akje, fijn. Zometeen natuurlijk Tinker Wouda met afslag 36. Spreek je morgen weer. Ahoy!